De Jumbo-supermarkt in Mariahout heeft zaterdag haar deuren gesloten. Klanten kwamen hun laatste boodschap doen langs de soms lege schappen. Meesten kwamen echter om afscheid te nemen. De familie van de Bogaert dacht dat de supermarkt in de kleinste kern van Laarbeek in stand te kunnen houden, maar het was financieel niet meer om te doen. De oudere inwoners van Mariahout kwamen nog wel een boodschap doen in de winkel, maar jongeren lieten de dorpswinkel helemaal links liggen. De familie van de Bogaert heeft in Lieshout en Beekenhoek nog een Jumbo-vestiging. En dat zijn de laatste boodschappen, Herman? Ja, deze keer wel, helaas. Dus zo dikwijls hier geweest, we hebben het met de opening meegemaakt. Dat ze met tweeën met bloemen aan het uitdelen waren. En nou helaas, ja, de laatste restjes nemen we nou nog mee. Wat voor soort boodschappen zult u het meeste missen? Nou, de groenten. En die kwamen elke twee, drie dagen, kwam ik even langs, want daar was mijn koelkast hier, bij wijze van spreken. Een koelkast hier en dan hoefde niet zoveel in de, en ja, met tweeën hadden niet zoveel nodig, maar dit was de fijnste koelkast die je kan hebben. Dus nou moet er thuis een extra koelkast bij? Nou, we zijn voor het een beetje aan het lijnen, want anders wordt het veel te zwaar, hè. 18 euro van. Ja, hier. Succes in die start. Ja, dankjewel. En dat is het laatste kassabonnetje, hè? Het laatste kassabonnetje van de Jumbo in Mariahout. Ja. Moeten we bewaren. Ik zal het missen. Het is toch eindelijk zo kortbij en even op de fiets. En dat zal ik niet meer, maar ja. Zo, dat zijn de laatste boodschappen. Ja. Ik ben al een Lieshout geweest, maar ik werd gewoon dol van die winkel. Oh, zoveel te zien buiten hier. Dus je mist hij hier dadelijk wel? Ja, mist hij wel, ja. Veel gemakkelijker zoeken en niet zo uitgebreid. Ik ga maar kijken, zeggen ze het bij wel altijd, hè? Deze soort afscheidsborrels, Jan? Ja, zeker. Ja. Pijn in mijn hart, ja zeker. Ja, eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk wel, ja tuurlijk. Ja, het is toch ons familiebedrijfje waar je gesloten wordt. Ja, heel jammer, maar het, we weten gewoon dat het is het beste. Ja. Het is het beste voor financieel plaatjes, gewoon niet meer haalbaar. Nee, heel jammer. Ja. Ja, en dan deze dag, het kan niet triester. Herfst, regen, plaatjes. Ja. Morgen hebben we nog personeelfeest hier in de winkel en sluiten het mooi met z'n allen af. Ja. Oude collega's komen nog een heel aantal, ruim 40, dus dat is ook wel heel leuk. Oh ja. Ja, dus die hebben we uitgenodigd, dus ja, super. Lijst op de ronde, ja. Veel plezier dan straks. Ja. Succes in Lieshout. Ja, dankjewel. En in Beekenhoek. En Beekenhoek, ja. Dan gaan we gewoon met z'n allen door en zetten we onze schouders. Is dit de zesde of de zevende generatie? Vijfde generatie, toch? Vijfde generatie. Ja, de vijfde generatie. Ja, denk ik. Op het door. Ja. En ik ga van de zoete rennen als klein jongen, mocht ze dat televisie hebben. Ja, is dat waar? Ja. Die waren de enige die televisie hebben. Ja, ja. Zwart-wit dan. Ja. Dat kunnen wij toch niet meer voorstellen. Nee, dat kijk. Behalve de supermarkt missen de klanten misschien ook wel andere dingen nog, hè? Ja, zeker, ja. Zoals? Dus de stoomrij, de servicebalie, maar alles van PostNL, dus loten, staatsloten, alles gaat weg hier. Het is niet alleen de supermarkt, maar er ook omheen. Ja. Inname lege flessen? Ook. Ja, inname lege flessen, dat kan niet meer. Nee. De pub, het online bestellen waar je hier op kan halen, bevalt helemaal. Ja. Dat moet in combinatie met de supermarkt, dat mag niet alleen. Anders hadden we het wel doorgetrokken, maar dat is Jumbo helemaal niet mee eens. Dus dat gaan we niet meer doen, nee. Maar het kan allemaal wel in Lieshout? In Lieshout, ja. Alleen het online niet. Het wel online thuis bezorgen kan wel in Lieshout. In Beekenhoek kan je online bestellen, ophalen in Beekenhoek en ook thuis bezorgen in Beekenhoek. Dat kan wel,
Ja, maar Lies zou het alleen thuis bezorgen. Ja. Oké. Okay. Morgen met personeel. Ja, komt het personeel al het afscheid nemen hier in deze winkel. Ik ga maar even nabuurten met z'n allen. Doet ons goed. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, ja. Kom maar mee binnen. You are in Alba. Ja. We hebben heel veel alle rijden, maar niet winkelen, dat minuut winkelen, dan ook echt gaat gebeuren. En wij zijn erbij, we staan op dit moment in de supermarkt van IAR en we lopen natuurlijk met medewerkers mee. Uiteraard zal Albert de stopwatch hanteren, zo te zien. Precies 1 minuut krijgt hij de gelegenheid om hier te winkelen. Ja, maar dit is een heel jongen. Misschien had je het vergeten, ik weet het niet meer. Ja, het kan voor mij, maar al best goed. Zeg, nee, ik hoop hier ben. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik kon geen nooit deze uit praktisch iemand. Ik ben begonnen met een trompet. Waarom doen ze dit dan? Ja, Albert, geen spijt van die nieuwste aanbieding? Nee, absoluut niet. Ik vind het volgende keer dan zijn we er weer bij. Maar dat zal dan ook op de groeien, denk ik. Ja,
Wel, ik zou zeggen, Harry, nou, proficiat met dit knapperresultaat. En dan komt er wel een blaaskapel natuurlijk. Die willen zo'n dienst erbij doen de volgende keer. Bedankt. Ja, we gaan niet maken. Zo veel zin. Nee, dit is alles. Bedankt. Ja. Dat is mooi, ja. Ja, Het vlees vond ik het mooi als je op je barman mag schieten.